Welkom bij weer een nieuwe video van Kees aan de Kook. Super tof dat jullie kijken naar weer een nieuwe receptvideo. Het is vrijdag, de hoogste tijd voor weer een nieuw recept. Het weekend staat voor de deur, dus we gaan weer iets lekkers maken voor het weekend. We gaan namelijk een vlammentosti maken. En wat we er allemaal voor nodig hebben, dat ga ik jullie nu vertellen. Nou, uiteraard brood, hè? 2 sneetjes wit brood. Kaas, ik pak al belegen kaas, maar dat mag je natuurlijk zelf weten. Gehakt, ongeveer 100 gram voor 1 tosti. Tomatenpuree. Sriracha saus, pittige sriracha saus. Ik gebruik gerookt zeezout voor het verrassingseffectje. Knoflookpoeder. Peper. En currypoeder en paprikapoeder. Oké, nou, dan gaan we zo meteen in het begin van het maken. Wat gaan we doen? We gaan een gehakt mooie rul bakken in de pan. Zodra het gehakt bijna klaar is, dan gaat de paprikapoeder op, de currypoeder erop, de zout, peper, knoflook en de sriracha saus. En als laatste doen we de tomatenpuree erop en dat bakken we nog heel even mee om een klein beetje te ontzuren. Dan gaat er een plak kaas op de boterham, dan gaat je pikante gehakt erop, dan nog een plak kaas, nog een boterham en dan gaat die in de tostiijzer. Nou, jullie hebben gezien, ik heb mijn gehakt kan bakken. Het is bijna gaar. Dan mogen de smaakstoffen erop. Gerookt zeezout. Een klein beetje knoflook. Peper. Currypoeder. En paprika poeder. Even meebakken. Vuur ietsje lager. Dan mag de sriracha saus erbij. Ja, hoe pittiger we hem hebben. Zoveel moet je erop doen, heel simpel. Dan gaat gelijk de tomatenpuree erbij. Even meebakken voor de smaak los te krijgen. De tomatenpuree een klein beetje te ontzuren. Zo, dan mag het vuur uit. Ik heb het tostiijzer al aangezet. Dus die is alvast aan het voorverwarmen. Zo, dan gaat het. Plak kaas erop. De boterham, hè? Kunnen jullie het zien? Ja, ik denk het wel, hè. Nog even een lepeltje pakken. Zo, dan gaat mijn gehakt mengsel erop. Zo.
kant. Nou, dan nog een plak kazen. De boterham. En dan mag die in je tostijzer. Goed plat drukken. En dicht doen. Dan gaan we daar even op wachten. En dan zie ik jullie zo meteen terug als die tosti klaar is. Zo, nou, de tosti heeft er 5 minuutjes in gezeten. Tijd om hem eruit te halen. Kijk. En dan is je zelfgemaakte vlammentosti klaar. Kun je het zien? Het ziet er echt heerlijk uit. Handen erop. En is je vlammenkosti klaar. En dan zou ik zeggen, smullen maar. Zo, dit was het weer voor deze vrijdag. Ik hoop dat jullie een leuk filmpje vonden, een lekker receptje vonden. Geef dan even duimpje omhoog. Vergeet zeker niet te abonneren. Het is volledig gratis. Super bedankt voor het kijken weer. Ik zou zeggen, maak er een mooi weekend van. En ga deze vlammentosti lekker op een zaterdagmiddag of op een zondagmiddag lekker maken. En smul ervan, zou ik zeggen. We zien elkaar maandag weer bij een nieuwe video van Kees aan de Kook. Tot dan, dankjewel, doeg!